In de kelder van de keukenkampioendivisie heeft FC Dordrecht vrijdagavond een punt gepakt tegen Almere City. De schapenkoppen gingen rusten met een 0-2 achterstand, maar uiteindelijk werd de stand gelijk getrokken en stond het na 90 minuten 2-2. Ja, nogmaals dubbel gevoel. Uiteindelijk, door als je de wedstrijd ziet, je staat 2-0 achter, je komt terug op 2-2, dan ben je heel blij mee. Alleen als ik de hele verloop van de wedstrijd moet analyseren, hadden we zeker 3 punten kunnen halen. Als je niet in een stadion hebt gezeten, dan had je hoogstwaarschijnlijk gedacht dat FC Dordrecht een slechte eerste helft had gespeeld. Maar het had hij de rust eigenlijk met een hele andere tussenstand kunnen bereiken. Ja, wij waren gewoon de betere team op het veld. En misschien een van de betere, ik wil niet zeggen de beste, maar wel een van de betere 3-4 helften van het seizoen. Ja, ik denk dat je best blij mag zijn als je, ik weet niet welke minuut het was, 80ste of zo, iets later, dat je 2-2 maakt. Als je 2-0 achter staat, dan is het knap dat je nog naar 2-2 komt. Maar ik denk dat we veel kansen gehad hebben, zeker nog op 0-0, dat we 1-0 voor moeten komen. Maar als je 2-0 achter staat en 2-2 speelt, dan mag je best tevreden zijn, denk ik. Ja, dan ben je uiteindelijk de gevierde man als invaller. Met welke opdracht ga je dan dat laatste kwartier het veld in? Nou, een goal maken. Ja, druk vooruit geven en loopacties maken en proberen dat je belangrijk bent voor de goal. Ja, en nou valt hij goed op mijn hoofd en hij valt goed binnen. De invallers doen het vandaag volgens mij, hè? Ja, inderdaad. Dus de trainer weet dat hij wissels in kan brengen en die er dan staan. En dat moeten wij laten zien. De man of the match was vrijdagavond misschien wel de 12e man. Dan heb ik het dus over de supporters. Ze waren na een paar maanden afwezigheid weer terug in het Riwal Hoogwerkersstadion. En voor hen had trainer Michele Santoni een mooi compliment. Geweldig. Maar ik zeg het vanuit de eerste wedstrijd. Kijk, supporters van Dordrecht zijn voor mij een voorbeeld. Want als jij afgelopen jaren zoveel teleurstellingen hebt moeten doorslikken en toch kom je nog hier naartoe om ons te supporten. En niet dat we ze hebben dit jaar qua resultaat al te vaak terug kunnen betalen. Ja, dan chapeau. En please, blijf komen. En wij zullen ons best doen om jullie wel wat meer cadeautjes terug te geven. Komende vrijdagavond gaan de schapenkoppen weer de wei in een uitduel met de Graafschap.